Tweede prik. Hij kijkt al zo van, nee. Boven de lijn nu. Hallo, hallo, goedemorgen. Daar zijn we weer. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is woensdag. We beginnen de dag met de... Pop, pop. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan zeker even hier. En dan gaan we nu verder met de rest van de vlog. Yeah. We gaan even beginnen met een gezond shakey. Want het wordt weer eens tijd om gezond te eten. Havermout. Er wordt heel veel gevraagd, wat zijn nou de verhoudingen? En ik kan dat gewoon heel moeilijk zeggen, want ja, ik gooi er gewoon wat in. Ik gooi er gewoon wat in. Eerst een beetje water erbij. Ik ben niet helemaal wakker. We hebben nog aardbeien. Water erbij, anders wordt het te dik. En amandel. Water, jongens en meisjes. Hup. Leuk. Oh. Loet. Proost. Heel lekker. Hij is niet zoet, maar wel goed. Ja. Er heersen luizen op school bij Jol. Dus we doen elke dag de haar even heel goed vast. Dat hij straks een prikje krijgt. Ah, oh, het onschuldige lieve mannetje. Met zijn leuke pakkie. Noppiespakkie. Echt mega leuk. En super jammer dat hij hem bijna niet meer past. Maar het kan nog net, hè? Dus even van genieten. Heel even stilstaan. Maar dit vindt Jax niet leuk, stilstaan. Niet doen! Nee, ik moet boodschapjes doen. Hij kijkt al zo van, nee. Nou, dan mag hij gelijk uitgekleed. Ja, gaan we doen. Nou, Jax moest natuurlijk wel huilen tijdens het prikje. Heel hard zelfs. Maar het gaat alweer. Ja, want je bent alweer vrolijk, hè. Dat is je nieuwe geluidje. Gelukkig had je Olifantie mee, hè. Die was lekker mee. Ja. Ja. Dat zit er gelukkig weer op. Over een maandje weer veel, hè? Ha, olijfjespikker. Lekker, hè? We gaan even woensdagmiddag eten. Jol gaat deze even proberen. En uitje. En? Super lekker, maar aan het fruit. Beetje naar pindakaas. Oh. Ik had zojuist even een post gedaan op Instagram vanochtend. En daar had ik gevraagd of jullie nog tips hadden voor mij. Omdat ik dus zaterdag een soort van mini makeover wil gaan doen voor mezelf. Ik wil echt een beetje een frisse wind. Vooral mijn haar. Ik vind het gewoon echt heel erg Vooral de kleur, die vind ik gewoon echt... Nee, er moet eigenlijk gewoon echt weer flink veel lekkere highlights in. Heerlijk voor de zomer, doe ik altijd. En nu heb ik het super lang niet gedaan. Het wordt gewoon tijd om weer eens een keertje wat aandacht aan mezelf te besteden. Ja, toch? Dat mag best. Heel veel werd er gezegd trouwens. Want ik had dus in die Instagram post had ik dus gevraagd, wat vinden jullie? Heel veel zeggen lange bob. Maar goed, we gaan het zien. Dus misschien wel een hele nieuwe Disney. Nee hoor, nee. Vaak heb ik echt van die dingen dat ik zelf van echt heel erg een verandering zie. En dat andere mensen het helemaal niet zien. Het is 15. Oh, dus 5. Van
van die snaar en het is onze hond. En soms gaat hij wel eens blaffen voor de mens. Maar eigenlijk, ik ben de dochter van Disna, Jola. Jola heeft een vraag. Hoe gaat de eerste persoon van het land leven? Hoe gaat die dan geboren worden? Goeie vraag. Jola die vroeg zich gewoon op de vierde al af hoe de eerste persoon op de wereld is gekomen. Ja, dat moet ik altijd afvragen. Oké, hier is Jola goedemorgen aan het zeggen. Ja. Zo zeggen wij nog steeds goedemorgen tegen elkaar. Morgen. Goedemorgen. Even smakelijk, popje. Kijk, het gaat zo. Goedemorgen. Het gaat heel erg goed met Jax. Hij heeft volgens mij dit keer geen last van het prikje. Ik heb nog een goede tip gekregen op het consultatiebureau. Ja. Dus. Hallo. Namelijk, waarschijnlijk voor heel veel moeders een bekende tip. Maar omdat Jax natuurlijk normaal ingebakerd slaapt, werkt een speentje niet echt. Want als hij dat niet vasthoudt, dan raakt hij hem kwijt. En dan kan hij hem natuurlijk niet meer tegenhouden of zo met zijn handje. Een speentje werkt niet echt. Maar dan heb ik deze hier aan vastgemaakt. En dan, ja, dan kan je, heeft hij iets meer, als hij dan dat knuffeltje een beetje zo erop legt, heeft hij iets meer gewicht. Waardoor het speentje toch wel minder snel uit zijn mond gaat. Iets meer troost heeft hij eruit. Sowieso haalt hij de laatste tijd echt, dat vertelde ik laatst ook al, steeds meer troost uit knuffeltjes en speentjes. En dat is wel grappig, want Jola die was helemaal niet zo van knuffeltjes. Maar hij is echt heel erg van dingen vasthouden en bij zich houden. Daar haalt hij echt troost uit. Dat is echt super schattig om te zien. Heel lief. Heel lekker hè, om dingetjes vast te houden, schat. Ja. Knoepie. Oké, we gaan vandaag voor een lekkere, stevige, gezonde macaroni pasta. En dit is een hele goeie wanneer je gewoon eens een keer een lekkere pan vol wil maken. Het is heel simpel hoor. Dit is wat ik gebruik. Het kan natuurlijk van alles zijn, maar we gaan even voor de old school macaroni. Er gaat een pak groente doorheen. Maar ook nog tomaten en een extra courgette. Dan ga ik deze vegetarische burger in stukjes snijden als vlees er doorheen. Deze gaat er doorheen met nog een beetje knoflook en wat kruiden. De koriander, heel lekker. Als er dan nog niet genoeg smaak aan zit, dan kan dat nog met pesto lekker worden gemaakt. Of met kaas. En dan neem ik altijd de 30 plus kaas. En dit is Jola haar favoriet, dus dat komt heel mooi uit. Goedemorgen dinsdag. Ik ben eventjes heel relaxed. Mijn haartjes aan het kammen. En een snelle mama make-up aan het opdoen. Want we weten natuurlijk nooit hoe lang Jax nog slaapt. Bart is Jola naar school brengen. Yes. Dat mag ook gezegd worden. En ik zit in mijn decafé koffietje. Want ik doe nog steeds een beetje voorzichtig met koffie drinken. In verband met Jax. Jax gaat goed mee. Prikjes heeft hij volgens mij niet heel veel last van gehad. Hij is wel even wakker geweest vannacht. Maar dat was maar heel kort. En ja, gaat gewoon goed, denk ik. Niks te klagen. Ik heb niks te klagen. Nou, wat saai. Daily cream. Oh mijn god, hij is bijna op. Tadaa. Oh.
een hoestje. Daar is mijn kleine lieve Jackson. Die heeft al geslapen tot 10:30 in de ochtend. Ja, niet in één keer door natuurlijk. Maar bijna niet wakker geweest tussendoor. Hé, nee, schat. Ja, je zal wel dorst hebben, hè? Gaan we snel drinken. Hebt, dat je moeder zo veel van je houdt. Zo veel. Zo veel. Heel veel. Weet je wat nou echt het allerschattigste plekje is van een babytje? Kijk, dat tandvlees. Dat is zo schattig. Dat zie je dan hier. En als hij dan een beetje lachen gaat, dan trekt dat zo omhoog en dan zie je dit. Oh, dat is zo schattig. Ja, hè? Nou, wij kroelen nog even verder, hoor. Hier. Sorry. Ik kan niet anders. Knap, hoor, Jax. Ja, heel knap. Goed zo. Jax, zijn groeicurve is namelijk echt boven de lijn nu. Hij is 6 kilo. Maar hij is nog niet helemaal 3 maanden. Dus dat hebben ze wel opgeschreven. Maar eigenlijk is hij de 30ste pas 3 maanden. Dus dat ben je nog helemaal niet. Zo, ik ga deze manneke even lekker in zijn bedje liggen. Want hij wordt een beetje huilerig. Eens kijken of dat gaat lukken. Zo, we zijn Jolaatje ophalen. Jax is lekker mee, hè? Dit is zo lekker te pruimen. Helaas. Die lieve Jola. Grote mama zus, hè? Wij stonden op het punt om Jola naar Turne te brengen. Leuk mutsje, ik weet het. Maar we hoeven niet, want Jola die viel onwijs hard op de knie. Dus die slaat even turnen over. Even afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Dat ze daar niet heel erg last van gaat krijgen. Ik hoop het niet. Ze is ook echt een levend lopende ratslag, Jola. Die gaat echt ratslagen door het leven. En nu probeert ze ook nog eens een ratslag, maar dan zonder handen. Weer een van onze eetkamerstoelen of eettafelstoelen is kadoek. Dus ja, lekkere stoelen zijn dit. Ik weet het merk niet meer. Joris, Mike en Bart. Ja. Bart net met Jax. Met Jax in zijn handen. Ja. In Amerika zouden we kunnen suwen. Ja. Weet je wat het is? Suwen? Nee. Aanklagen. Jax heeft iets nieuws, hoor. Schatje. Ik ga ons lieve Jax even in padje doen. Jola in bedje doen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Oh, ik wilde zo doen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot vrijdag. Ja, en niet vergeten te abonneren. Want toch? Dat vind ik heel erg lief en fijn. En een duimpje. Dankjewel. Schatje. Doei. Doei. Doei.